Ik baal van jou, Timo. Jij bent al aan het dribbelen. Ja, ik ben aan het dribbelen. Ik weet hoe ze zijn. Ik weet hoe ze zijn. Want ik zou echt... Commit to the bit. We hadden het gewoon moeten doen. En nu hebben zij de eerste slag gewonnen. Dat is eigenlijk in of voor. Want ik ben bang dat ze boos gaan worden als ze het doen, weet je wel. Ze gaan ook boos op ons worden. Maar eigenlijk zou hem echt moeten slam dunken en moeten wegwezen. Maar geef die 1-0 ook maar ook gelijk. Ik sta 1-0 voor. Deze ga ik gewoon incasseren. De trekker over te halen, want ik wilde het doen, hoor. Ik had het moeten doen, hoor. We hadden het moeten doen. Ik zeg nu al de volgende... weet je nog? We durven nooit meer dit soort pols zo te stellen, want ze doen het echt. De volgende keer... De volgende keer... Zeg maar een... hoe noem je dat? Zeg maar een spier... hoe noem je dat? Als je spiergeheugen of zo... Ja, is dat wat je bedoelt. Het was leuker geweest als ik het gewoon had gezegd, zeg maar. Lijkt me dom ook. Oké, ze zijn 1-0 achter, dat is wel kloten. Ja, maar het voelt ook als een klap. Peter, doe het. Maak een champion kapot. 3, 2, 1, start. Oké, dit gaat gewoon nek en nek. Nekkel aan nekkel. Ja, dat Peter, ja. Peter. Je hebt... Wat? Gewonnen. Hij was 0,02 seconden sneller. Ja, je moet die Robotramp ook niet de hele tijd de kans geven. We zijn toch gewoon tegen... De tramp is echt de champ. Helemaal kut. Hij Priestie komt ook binnen met de simpie. Oh, baby! Dit is pijnlijk, ze komen terug. Wij die man direct. Wij hebben maar 3 potjes nodig. Om te winnen. Dit is niks. Doe je! Ja, dat is goed. Jij doet niks ook, hè? Ja, ik stond op dit moment! Je moet praten! Oh, fuck, is niet goed. Doei, Peter. Yeah. Ik sta goed. Oh, nee, Peter! Ik heb het niet nodig! Het is echt een bijna een grap, echt. We werden... Jij bent echt slecht in het spel. Je bent echt heel slecht in het spel. Oké. Okay. Je hebt nu geen macaroni, of wel? Ja, oké. Okay. Ik vind macaroni niet eens lekker. Niks gemist. Oké, was dit... Oké. Dat was het very nice. Very nice. Dit is gewoon boos om te zeggen. We gaan niet clearen. Hey Timon, kom je straks ook lekker even buiten zitten? Nee. Je zit al de hele dag op je kamer. We zitten net thee te drinken met de buurvrouw. Die vindt het ook wel leuk je nog even te zien. Ik heb... Hoi kort, mam. Oké, wacht even. Ik ga eerst even het papiertje lezen. Wat staat hier allemaal? Ron, really wish the powers that be could issue us radio... Echt, ik vind dit een heel moeilijke zin, hoor. Really wish the powers that be could issue us... that could be issue us... Oké, dat zo werkt die. En dit woord kan ik niet goed lezen. Staat er radios that didn't suck ass. Most of the time, I prefer to keep things... Oké, ik moet naar het vuur kijken. Vera, ja toch, dankjewel. En Lollig Olly zegt, ik sla net als Donald Duck om me heen. Jullie hebben geen respect voor de straf en voor Donald. Precies, nu moeten we respect voor Donald hebben ook. Ja, hij is vandaag jarig en dit was een mooie ode geweest. Ik ben blij dat het Peter... Als het zijn sterfdag was, dan misschien had ik zin om te lachen. Ja, en dan gingen we lachen. Ik kwam er niet bij, dan werd het een 24 uur stream. Maar de eerste grap ging ik helemaal kapot van het lachen waarschijnlijk al. Hoe ga jij blokken?
Oh, hij blokt ons nog. Deze man is helemaal gek. Hoe kan ik? Ik ben er van een boogman aan het verliezen, Tim. Nee, ga niet van een boogman. Ik ga als een lafaard de boek in. Hij stomt mij terwijl hij dood is. Gaat hij dood? Even geschiedenis, Peter. Wat doe je? Je bent neergegaan. Door een blote vuist. Ja, zijn bij de brug? Nee, iedereen loopt nu naar voren. Ik zit waarschijnlijk nog in het stuk erachter. Oh, hier sta je gewoon, oké. Okay. Wat? Als jij in de buurt komt, word ik gewoon standaard geraakt. Wat heb je nu weer mee? Hoe kom je nou aan al die shit? Hij leeft nog gewoon, hè? Wacht. Dit is lullig. Blijf staan. Blijf nou staan. Auw. Ik heb hem. Ik heb hem. Hij leeft nog. Nee, hij leeft niet. Biscuits. Echt heel slap. The puzzle, though, that you want to reveal today, and for that, let's take a look at this. Oh, we hebben al van. TP Productions. Okay, big news. The stage has changed. Blue of PlayStation, so you're partnering with PlayStation. Echt hard what aan can you tell us about that partnership? That's right, Jeff. Innovatie in onze intro. It's all about vernieuwende intro's hebben. From soup to nuts, this project. Ja. Maar dan gaan ze ook nogmaals weer een spel maken waar je echt bijna hetzelfde spel ook ziet. Dan moet je even die twist zien wat het nou echt anders gaat maken. Want waarom zou je nog een keer hetzelfde spel... Oh, oké. Oké. Nee, ik zag het. Ik heb het gezien. Best wel episch. Is dit niet gelekte trailer? Oh, ik ga helemaal emotioneel worden. Wat is het? Foul tarnished. In search of the Elden Ring. Emboldened by the flame of ambition. Ja, nee, want daarom zeg je het. Nee, ja, nee, jongens, ik ga niet juist aangeven waarom ik het zeg. Ik ben wel zielig, maar je moet er geen sterkte aan me geven. Maar je mag hoor, wel sterkte geven. Ik heb het wel geven. Even zwaar op dit moment, maar zeg alsjeblieft geen sterkte, want dat heb ik echt niet nodig. Ik ben ook wel 2 dagen KO geweest en dan moet ik eigenlijk wel best wel zwaar ook. Maar als mijn stem overslaat, wat bij elke zin nu bijna gaat gebeuren... Is het niet omdat ik enthousiast ben. En dat wil ik ook gewoon zeggen, nu alvast. Dus er komt zo meteen Mario en de Rabbids. En mijn stem gaat kukkelekuus. Ja, het is volgens het mij... Het ligt heel duur ook gewoon. Ja, dus dan ging mijn keel al. Hij gaat ook sowieso in die Rabbids komt hij ook gewoon hoor. Ja. Ze dopen me overal. Niemand weet wat Just het spel meer is. Oh, oké. Okay. Daar gaan we, jongens. Daar gaan we. Moment, chance. Waarom ben ik in jouw cutback, Peter? Daar gaan we. Daar gaan we, baby. Oh, ja. Dit is prime time. Kom jongens, dan gaan we naar de volgende stad. While Don drives down to the beach, we'll jump over to the Gran Caldera volcano. Check out this geology detail. Oh, implemented with precision accuracy using photogrammetry kijk, data zand. Captured on location atop an stop active stop Mexican dan kan ik even screenshot volcano. Maken. The entire world has been recreated kijk, at this level of detail. Op de cactus, and jongens. Here's Sierra in her favorite off-road boogie. The volcano Sierra and friends are exploring is the highest point ever in kijk, a horizon ik ga game. In. And thanks to the power of the Xbox Series yeah, console, yeah. From up here. Mama. Dankjewel. Malle Marco. Mama zegt. En Sasha. En Sasha. Hoe was het vandaag op... Oké, je bent gewoon lekker bezig. Dit moment moet je me even voor aankijken, want deze ga je mooi vinden. Je moet dat niet doen bij mij. Wat dan?
Wil je niet genieten van deze mop? Ik wil niet opnieuw meer. Ik wil niet opnieuw. Maar wil je genieten van de mop of wil je ja, gewoon ik wil wel beetje, genieten van de mop. Oké, okay, kom maar. Moet je even luisteren dan. Wat voor soort stemmetjes wil je? Wat vind je leuk om te horen? Heb je een Mickey Mouse stemmetje? Dokter! Ik raak mijn geheugen kwijt! Sinds wanneer? Sinds wanneer wat? Het is gewoon een goede Mickey Mouse. Ga niet fluisteren tussen elkaar. Zeg het dan gewoon tegen me als je het niet leuk vindt. Zeg het gewoon als je het niet goed vindt, want ik doe ook gewoon mijn best. Fluister achter mijn rug. Twee muizen zitten in de goot. Dan zien ze opeens een vleermuis voorbij vliegen. De ene muis steekt zijn pootje op. De andere vraagt, ken je hem? Antwoordt de ene muis. Ja, dat is mijn broer! Hij werkt bij de luchtmacht! Ik kan niet mijn geintje zo verpesten, Peter. Nee, ik voeg toe aan je geintje. Dat is gewoon hoe een muis... Dank je wel. Dokter, ik denk steeds dat ik een hondje ben. Kut. Je lacht steeds. Hij lacht waarschijnlijk niet, maar ik vraag het toch even aan. Wat gebeurde daar? Scheids, was dat echt iets... voor mij... Ik heb heel last van mijn keel dus ook. Je was ook wel een beetje moeilijk aan het ademen. Was dat niet? Ik heb een beetje hooikoorts. Gaat het wel? Sterkte nog, trouwens. Nee, thanks. Was jij aan het lachen net? Omdat ze zeggen dat ze zitten te halten en zo. Nee, je was gewoon een beetje moeizaam aan het ademen. Wil je hem nog even doen een keertje? Ja. Hey dokter, ik denk zelfs dat ik een hondje ben. Nou, ga even op de bank liggen, dan hebben we het er even over. Ik mag niet op die bank. Dokter, ik denk steeds, elke keer weer dat ik zo'n hondje ben. Ga maar eens even lekker liggen op die bank. Gaan we even kijken wat er mis is met je allemaal. Wat is dat? Wat was je daar aan het doen? Ik heb even zitten. Ik ook. Mag niet op die bank. Dank jullie wel, jongens. Dank jullie wel. Heerlijk, dat is een moppenshow. Heerlijk, tuurlijk. Mening over gekookte aardappelen. En ik kan er heel kort over zijn. Maar dat kan ik echt niet geloven dat je daar een mening om moet vragen zelf. Die wordt kokhalzen letterlijk van. Ik kan letterlijk kokhalzen van gekookte aardappelen. Ik heb het gezien. Live. Alle aardappels zijn wel oké, hè? Je doet ze zeg maar in een pan gebakken aardappeltjes. Gewoon prima. Ja. Je doet ze in een frituurpannetje, patatjes, heerlijk. Je doet ze van die andere, van die in de oven doet. Zijn gewoon goed. En gekookte aardappels zijn zo rams. Ik kan echt kokhalzen. De textuur dat je een appeltje bijt ook nog en het smaakt naar stroom in mijn keel. Maar moet wij aten ze dan zonder iets erbij ook. Gewoon neem een brokje aardappel. Beetje jus eroverheen. Ja, maar ik zit ook na te denken, wie is zo gestoord om dat te doen, weet je wel. Echt gooi een gewoon smerig. Een paar dingetjes bij, dan is het wel te doen. Dat zeg ik wel, maar al ga je al in, alleen, ja, hallo. Sommige mensen... Het is niet lekker, hallo. Sommige mensen doen echt appelmoes bij het. Ja, maar mensen... Het is jammer dat mensen zo geflipt zijn over het algemeen, maar ja. Moet je even nagaan, ik wil even niet te lang over aardappels doorpraten hoor, maar ik weet dat je geïrriteerd ervan wordt. Ik word opgefokt straks. Maar moet je je voorstellen... Dat je denkt van, oké, ik moet vanavond avondeten halen. Kijk hoor, wat ga ik eten? Wat ga ik eten? Ik zie duizenden producten in de supermarkt. Ah, ik ga zo'n gekookt aardappeltje eten. Ik ga zitten in mijn schillen. Er zit werkelijk stront op de schilletjes altijd. Echt om prut. Er zit werkelijk prut op de schillen en alles. Echt smerig. Ik ben klaar met jullie. Timo, die komt binnen met een nieuwe, hele gevaarlijke vraag. Maar stamppot en hutspot dan? Ik snap het niet. Ik snap er niks van. Maar je hebt altijd al vroeger, hè? Dan wilde je zo'n. Hey! Een mug slaan, dan mist je altijd alsof ze echt instant translocation deden, Goku-stijl, weet je. Dat ze opeens verdwenen waren gewoon. En dacht je, hoe? Ik sloeg toch raak? Hartje onderin. Dat kon dus. Ik heb onderzoek gedaan. De wind van als je ze slaat, jouw druk van je hand, die duwt ze al weg, zeg maar. Dus niet alsof ze, dat zij zo snel zijn, maar jouw Goku-snelheid doet het, zeg maar. Wind, ja. In ieder geval, je hebt een kruimeldief, dan zuig je ze op.
En dan kun je ze vrijlaten. Je gaat muggen niet vrijlaten. Ik heb ze vrijgelaten. Maar dit is voelt als landverraad, voelt dit. Nee, gewoon... Oh, shit, oh! Ja, ja. Nou, als ik een mondje met zaad wil hebben, dan koop ik wel zo'n bakkie zonnepit. Van die pitjes, zonnebloempitjes. Oké. Dat je wat anders ging zeggen. Kun je je voorstellen, ja, als ze zonder pit waren, dan was het pruim. Dat velletje is ook echt niet mijn ding. Gewoon... Ja, maar wel als die prima is. Het smaakt naar endeldarm. Ja, oké. Okay. Maar sommige mensen eten een kiwi ook met schil. Moet je dat voorstellen? Het blokhuis vind ik nog wel een stukje geflipt. Dan een kiwi is harig, hè. De kiwi-schil is harig. Er zit werkelijk haar op. Sim, ik vind het zo heet, die hete pepers. Want als ik eerste word, dat is echt zo ongekend. Zo klink jij dus de hele tijd, zo onredelijk. Dit is een voorbeeld van hoe jij klinkt. Ongekend. Als jij nu wint, dan neem ik 6. Een hap van de 6. Dat is helemaal niemand. Een hap van de 6, oké. Maar dat ga ik nooit halen. Maar nu ben ik ook niet meer voor je. Net was ik voor je. Nu ga ik wel echt mijn best doen. Wat? Ik ben dood. Goedemorgen, wat is dat? Ik weet niet. Je moet eigenlijk een herhaling zien, hè? Ik heb random gedaan. Cool as last, mooi. Beter succes. What the fuck ben ik? Hebben we die gezien? Ik ben Empoli, jongen, denk ik. Kokhalzen. Als ik daar te lang naar ga kijken, ga ik kokhalzen. Ja, echt heel smerig is die. Ben ik dit? Heb ik een penis zo werkelijk? Hij heeft een lief piemeltje. Ik heb ook een piemeltje. Ze hebben allebei een soort van penis. Ik weet niet wat er bij jou gebeurt ook. Ik ga ook niet te veel risico nemen. Dan maar in iets tragere tijd, weet je wel. Doe me niks. Hey, what the fuck? Hey, what the fuck? What the fuck? Stop nou met die geluiden. Je moet een nieuwe regel worden dat je niet mag. Dat mag gewoon niet meer. Dat mag gewoon niet meer. Je kan dat niet doen. Ik weet wel echt dat ik eerste stond de hele tijd weer. Oh, nu ga ik hard. Oh, nu ga ik hard. Nog harder dan normaal! Zo! Wat in de baan dan? Oh, what the fuck? Pizza vindt hij dus niet lekker. Ik ben door alles geraakt! En het gaat... Wow, great! Hey! Ik zit vast! Nice, nice, oké, ga. Nee! Hey, hey, kappen! Hoe kan ik op de weg? Het is over. Mooi. En het is... Weggaan. Boom. Ik heb alle knopjes ingedrukt. Derde. Boom. Ik heb alle knopjes ingedrukt. Boom. Ik kan er niet af. Lekker. Oké. Goed gespeeld. Goed gespeeld. Nou. Dat is gewoon mooi. Is wel goed gespeeld. Maar wat is dit dan voor kutspel eigenlijk? Ga niet van je lane af, hè? Nee! Wat ben je daar aan het doen? Kom de gast. Fuck, wat doe dit? Kappen even. Stop eens. Stop eens, wacht eens even. Hé, hey, wacht eens even! Ik zeg maar wacht eens even! Ik zeg even wacht even! Goal 15! Ik zeg wacht even! Daar heb je geen respect voor blijkbaar. En wist je al dat onze code, onze create code eruit is gehaald? Ja, ik had gehoord dat te veel mensen gebruikt hebben. Ja, maar hebben. Te veel mensen hebben... Als hij kapot was hier gegaan helemaal. Toen zei ze, nee, de servers kunnen het niet aan, dus dat hebben ze eruit gehaald, geloof ik. Ik heb volgens mij een mailtje gekregen dat de code is te weinig gebruikt. Niemand heeft onze code gebruikt. Nu is hij eruit gehaald. Dat was wel heel pijnlijk. Niemand gunt ons. We gaan hier niet meer winnen, we zijn aan het kutten.
Timon, ik weet niet of het nou mijn potje of jouw potje is. Ja, het is jouw potje, maar ik heb een prikkel op de... Oh, sorry. Gaan we gewoon even zitten bij een plekje en gaan we gewoon even winnen je pakken, ja? Waar moet ik de hele tijd alles herhalen? Hoe die mensen naar mijn thuis al horen denken? Is dit je boos? Die zitten er ook gewoon even te kijken en ik ook de hele tijd opeens een potje. En de volgende potje ga ik naar jou luisteren, dan ga je ook niet piepen. Er is geen muis in het huis die je hoort piepen dan. Sorry, ik wist niet dat je... Geen blauwe pok! Time's up. Objective fired. Ik bedoel het ook niet persoonlijk naar ja, je. Kom dan! Daar is het een beetje laat voor. Je kan beter je kamer opzoeken. Het is het laatste in de gang, oké? Okay? Schaapjes kun je raken nu, hè? Maar ik kan niet, ik kan ze er doorheen gaan gewoon lopen. Dwars doorheen, hè? Ze gaan niet eens een oef doen of zo. Nee. Je gaat gewoon, ik loop er al doorheen. Oké, die klassieke. Ik ben beter niet van jou. Ik weet dat je gaat zeggen, ik ben beter, maar laat me nog één keer proberen. Nee, fuck off. Doe nou, dan leid je me af. Nee, maar ik kan hem dus wel best goed. Stilles? Nee, ja, je hebt geen energie, hè? Jawel, nee, maar ik ben dus aan het golfen en aan het sporten aan het tussen. Wacht, clip deze eens. Nee, clip deze. Nee, clip mij. Laat mij in één keer. Nee, jij doet gewoon je eigen... Nee, misschien in je hoofd... Nee, je hoofd... Nee. Daar is het maar beter, denk ik. Supreme! It's a Supreme Sweep! Ik ga gewoon... Supreme Sweep... Nee, Peter, nee! Nee! Je bent echt een zielig. Jaar niet geweest, want ik ben een volwassen man. Ik ging zitten en ik dacht van oké, ik ga goed opletten, naar deuren kijken, dan snap ik hoe het werkt allemaal. In het begin ga je een beetje schommelen. Dan ga je een beetje schommelen en denk van oké, ik snap het nog precies. En dan kijk je, die deur blijft gewoon staan, die vluchtdeur, die blijft gewoon staan. Maar na een tijdje begint het echt een salto's te maken. Het kan niet. Het kan op, het is echt een magische show. En het krijgt echt, de Villa Volt is underrated. Niemand snapt precies hoe het werkt. Dus één man niet heeft het gecreëerd, gedesigned. Die snapt hoe het werkt. En mensen gaan nu zeggen het is saai. Het kan niet eens. De Villa Volta kan niet. Het gebeurt en het kan niet. En jullie gaan zeggen hij is saai. Ah, doei. En kut op. Draai welk ding? Draai het ding? Oké, dat is misschien heel slim. Volg het touwtje, ja. Oh ja. Oepsie. Even kijken. Ik hoop echt dat jij gespookt wordt als een malle straks. Ik kan er zo zijn stem in horen in mijn hol in mijn... Wacht, even opnieuw. Even opnieuw. Ik kan er zo zijn stem horen in mijn hoofd. En ik voel zijn woede in mijn aderen. Ik heb het gevoel dat ik de controle over hem verlies. Ik snap het niet. Ik kan de vreemde woorden die uit mijn mond komen niet stoppen. Had ik maar een sheepshoppie. Wat mij is? Ik kan Azazel zijn stem in horen in mijn hoofd. En ik voel zijn woede in mijn aderen. Ik heb het gevoel dat ik de controle over heb verlies. Ik snap het niet. Oké, we kunnen hier naar buiten. We kunnen hier nu in. Is dit een voordeur waar we net niet in konden? Oh, geitman! Pak hem! It's a cutie pie, little cutie one! Pak hem! We moeten hem offeren, toch? Koep hem! Brand hem! Ah! Tim, we moeten die kant op. Wat is er? Nee, we moeten die kant op gewoon. Oh, de goal komt! Okay. Oh, ze is heel zwoel geworden opeens. Peter? Oh nee. Peter? Tim, hoor je me nog? Ja. Ik ben in het hier namaals. Oh nee, niet. Ik ben in de kelder. Ik ben gewoon in de kelder.
Shit, man. Ik lig op zolder. Hier ligt de eetkit waar ik ben ook. Oké, okay, wacht. Kom hier. Ah! 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 Nee, nee, mijn keyboard. Waar zijn mijn vingers, mijn keyboard? Ik gooi het op mijn muis. Ik gooi het op mijn muis weg. Ik ben niet eens bang. Heb jij een daar een medkit? Nee. Want hier ligt er wel een, dan kun je hem misschien redden, maar ze is aan het spartelen. Oh! Ah! Zo, we zijn echt een enkel, hè? Waarom zeg je niks, joh? Ja. Oi, oi, oi.